Stefan hier, barbecuebaas, en deze video ga ik laten zien hoe je overheerlijke pulled pork maakt in slechts 4 uur tijd. De afgelopen tijd ben ik me steeds meer gaan verdiepen op YouTube in Amerikaanse barbecue kanalen. En enerzijds kun je dan heel mooi zien dat we hun manier van barbecue echt ons eigen hebben gemaakt. Maar anderzijds kun je ook zien dat er echt nog wel theorieën voorbij komen die we helemaal nog niet toepassen. Zodoende kwam ik deze tegen om pulled pork in 4 uurtjes te maken. En in eerste instantie dacht ik van, nou, dat kan toch niks zijn. Maar mijn nieuwsgierigheid wist het toch te winnen en ben ik het gaan proberen met een waanzinnig resultaat tot gevolg. Zodoende wil ik het met jullie gaan delen in deze video, zodat je op een vrije dag zoals ik vandaag lekker de tijd hebt om de hond uit te laten, boodschappen te doen en andere dingen. En daarna lekker in 4 uur tijd pulled pork op tafel te krijgen. Heb je er vragen over? Stel ze dan natuurlijk gerust. Dan reageer ik uiteraard zo snel mogelijk. Kijk lekker mee! In deze video heb ik een procureur van 1 kilo die we eerst in gelijke plakken gaan snijden. Ik gebruik mijn eigen baasdrup, een vorm van ordinaire reclame. Vervolgens snijd je alles in nog kleinere stukken. Dan is het tijd voor olijfolie. Dit mag best royaal. Als de olijfolie goed is gemengd, is het tijd om te gaan strooien met je favoriete rub. Ik gebruik natuurlijk mijn eigen baasrub. Dit is klaar voor gebruik. Ik kies vandaag voor gemak, dus gebruik ik een pellet grill. Natuurlijk kun je ook een Kamado of een andere dichte barbecue gebruiken. Ik kies vandaag voor pecan pellets, een lekkere natuurlijke rooksmaak. We gaan voor 120 graden Celsius in directe hitte. De procureur in stukken op het rooster en dan gaan we alles voor 3 uur lang rooksmaak laten pakken. Deksel dicht en dan gaan we dit 3 uur lang de tijd geven. Het enige wat je in deze 3 uur moet doen, is om het half uur de stukken procureur bevochtigen met appelsap. Na een uur komt alles al mooi op kleur en zorg ervoor dat alles goed vochtig blijft. Na 3 uur is het alweer tijd om alles van het rooster te halen. Dan doe je alles in een aluminiumbak. Zo'n aluminiumbak kun je tegenwoordig zelfs bij de Action krijgen. We stoken de boel op naar 160 graden Celsius in directe hitte. Allereerst voorzie je de bak van een laagje appelsap. Vervolgens ga je je favoriete barbecue saus toevoegen. Dit mag lekker royaal. Ik heb gekozen voor een pittige barbecue saus die goed matcht met de rub. Heb je gekozen voor een zoete rub, kun je uiteraard je eigen gevoel volgen. En als laatste mag er ook wat kruidenboter bij. Dan pakken we de gehele bak in met aluminiumfolie en dan kan alles voor een uur terug de barbecue in. Het laatste kwartiertje bak je een mooi broodje mee af. Na een uur kan de folie er weer af en kijk eens even. Dan is het tijd om het vlees te pullen. Ik doe dit altijd gewoon met mijn handen. Een kleine tip, trek meerdere handschoenen aan vanwege de hitte. Het eindresultaat mag er zeker zijn. Tijd om een broodje mooi op te maken. En dan het leukste van alles, proeven.
Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Het is helemaal gratis. En heel graag tot de volgende.